En we hebben Roos in de studio. Roos, goedemiddag. Goedemiddag. En mijn klanten zijn vooral tussen de dag make-up, avond make-up, glamour make-up, fashion make-up, smoky eyes. Caroline heeft een heel mooi huid. Ik kijk altijd eerst naar de huidtype. Ja. Wat voor type huid is het? En dus ik ga even kijken hoe ik haar moet contouren. Je bent nooit klaar als make-up artist. Nee? Er is altijd weer iets nieuws te leren. Dus je moet jezelf blijven opleiden. Een van jouw cursisten hebben wij aan de telefoon. Shanna Gunnens. Shanna, goedemiddag. Hallo. Hi. Ja, het was een superleuke ervaring. Heel veel tijd en heel veel aandacht. Ja. Ik had eigenlijk al altijd al een passie voor make-up, maar nooit echt veel verstand ervan. Ja. En dat heb ik bij Roos wel gekregen. Wat is nou specifiek dat je zegt van, god, dat heb ik nou van Roos geleerd? De huidtypes en de kleuren van de mensen, het shapen. Dat is met de schaduwen in de wangen en highlighten. Daar had ik zelf nog helemaal geen verstand van. Ja. En dat heb ik bij Roos wel echt geleerd hoe ik dat bij andere mensen allemaal kan aanbrengen. Met allemaal verschillende oogvormen. Dus het is echt een goede lerares geweest. Ja. Ja. Ja, ik vond het een hele fijne vrouw. Nou, kijk. Kijk, mag je vaker zeggen. Je krijgt een kushand trouwens, van haar. Oh, doe maar een kus terug. Ik ben nu bezig om haar huid te egaliseren. Dus ik haal nu de roodheden bij haar weg. En ik heb ook primer aangebracht. Dat is om te zorgen dat de make-up blijft zitten de hele dag. Ik hou me altijd aan wat de klant wil en niet wat ik wil. Ja. Dus gewoon, dat maakt haar. Het maakt haar gewoon zo mooi. Ik zie dat al, ik denk, woem. Ja, goed.